Hoi, ik ben Tim en vandaag zijn we bij het huis van Margriet. Hallo. Hi. En we gaan hier kijken of we een aantal kleine maatregelen kunnen treffen om energie te besparen. Dat is goed voor het milieu en ook voor jouw portemonnee. De eerste kleine maatregel die je kunt nemen, dat is het plaatsen van radiatorfolie achter je radiator. Dat zorgt ervoor dat 75-95% van de warmtestraling niet je muur ingaat, maar terug je huis inkomt. Lekker warm dus. Voor jou heb ik deze. Super, ik ben wel benieuwd hoeveel je daar eigenlijk mee kan besparen. Nou, ik denk dat je het in een winter er al helemaal uit hebt. Ja, misschien vraag je je af wat voor kleine maatregelen kan ik nog meer nemen. Nou, ik heb er nog wel een paar voor je. Een doordrukstekker plaatsen bijvoorbeeld, ledlampen, een waterbespaarder voor in de douche. En zo zie je maar, het is allemaal best simpel. Nou, volgens mij hebben we een paar fijne kleine maatregelen getroffen om energie te besparen en goed voor het milieu te zorgen. En mocht je denken thuis, dit wil ik ook, dat kan. Kom dan langs bij het energieloket en haal zo'n gratis energiebespaartas op. En ook als je grotere maatregelen wilt treffen, zoals isolatie of zonnepanelen, kom dan vooral langs voor advies.